Goeiedag. Het weekend dat voor ons ligt kent eigenlijk een beetje twee gezichten. Die wisselvalligheid zijn we voorlopig nog niet vanaf. En buienluchten zoals deze met regenbogen zullen we dit weekend zeker nog te zien krijgen. Maar tussen die buien door zijn er ook langere droge perioden. Komen er wat stapelwolken tot ontwikkeling. En is het eigenlijk heel rustig najaarsweer en prima weer om een tijd buiten te zijn. De meeste regen valt dan ook in de avond- en nachturen. En dat gebeurt al in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vrijdagmiddag neemt vanuit het westen eerst de bewolking toe. En later trekt die regenzone dan over het land. Maar zaterdagochtend verlaat dat alweer het oosten. Daarna volgen nog een paar buien. En in de nacht na zondag trekt dit laatste regengebied voornamelijk over België. Betekent wel dat de zuidelijke helft van Nederland daar mogelijk zondagochtend nog wel mee te maken heeft. Maar dat blijft dus grotendeels buiten onze landsgrenzen, zoals het nu in de verwachting van de weermodellen zit. Vrijdagavond hebben we dus met die regenzone te maken die de westelijke helft van het land bereikt. Daar gaat het als eerste regenen en tijdens de nacht trekt dat van west naar oost over het land. En dat gaat ook gepaard met een toename aan wind. Eerst nog een zuidelijke windrichting en vooral in de kustgebieden is dan kans op windstoten van zo'n 80 km per uur. Boven land valt het met de windstoten wel mee, maar zal wel te merken zijn dat het harder gaat waaien. Zaterdagochtend verlaat die regenzone dan het oosten van het land. Maar daarachter volgen nog wel een paar losse buien. Daar kan ook wat korrelhagel of onweer bij voorkomen. Maar tussen die buien door ook brede opklaringen. En als de zon dan een tijd aaneengesloten schijnt, warmt het nog op naar 16 of 17 graden. Die wind blijft overdag nog wel goed te merken. Een westenwind, boven land matig, windkracht 4. En aan zee nog een krachtige en af en toe een harde wind. Maar in de avond gaat de wind dan weer liggen. Tijdens de nacht naar zondag trekt dan dat regengebied over België. Dat zorgt in de zuidelijke provincies misschien wel nog voor wat regen. Daar ook zondagochtend nog wel kans op regen, maar dat trekt daarna weg. En we houden met die westenwind te maken. Dus vanaf de Noordzee worden ook zondag nog wel enkele buien over het land gevoerd. Die kunnen zich af en toe wat meer organiseren in een buienstraatje, waardoor het op sommige plekken wel wat langer aaneengesloten kan regenen. Maar als je net geluk hebt, blijft het een groot deel van de dag droog en de temperatuur is dan vergelijkbaar met zo'n 16 of 17 graden en ook wat minder wind wat het die zondag wel wat aangenamer maakt. Buien dus, opklaringen, zonneschijn en ook nog wel redelijk hoge temperaturen. En ik wens u dan ook een prettig weekend.